Ik kan echt zin hebben in een heerlijke pastaschotel uit de oven. Dit is een ideaal recept daarvoor. Daarvoor verhit je olijfolie in de pan. Daar gaat de ui, de bleekselderij bij. Bak je even mee. Vervolgens gaat daar de geraspte wortel bij. Laat je ongeveer 8 tot 10 minuten rustig stoven. Dan voeg je het lamsgehakt toe en het rundergehakt. Dat rul je op hoog vuur gedurende 5 minuten. Dan voeg je de wijn toe, laat je ongeveer 3 minuten meekoken, alvorens je de tomatenblokjes toevoegt en de tomatenpuree. Dan gaat er de bouillon bij, dat laat je dan op laag vuur zachtjes stoven ongeveer 1,5 tot 2 uur, zonder deksel. Ondertussen kook je de pasta, dan gaat deze lekkere pastasaus erbij, dit meng je goed. Dan vet je een ovenschaal in met wat boter. Daar overheen gaat paneermeel. En dat verdeel je. Het overtollige verwijder je. En hier bovenop gaat dan de helft van de pasta. Vervolgens voeg je de mozzarella toe in plakken. Daar overheen gaat weer de pasta. Verwarm je de oven voor op 190 graden. Dan rasp je de pecorino over de pasta heen. Dan zet je hem gedurende 20 minuten in de oven.